Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe serie in de Kinderspellen Seizoen 2 Bak. Dit wordt waarschijnlijk een serie van 3 afleveringen en wij gaan spelen De Schippers van de Chameleon. Ik denk een jaar of 10 geleden kwam de film De Schippers van de Chameleon uit. En om ervoor te zorgen dat die film een fantastisch succes was, gingen de mensen van De Schippers van de Chameleon een supercoole reclamecampagne aan met Calvee pindakaas. Tuurlijk, logisch. En wat zeiden ze toen? Iedere pot pindakaas zat een cd. Voor deze fantastische game. Schippers van de Chameleon Bootrace ofzo. Ik heb geen idee hoe het precies heet. Er staat hier gewoon de Schippers van de Chameleon.exe. Zo heet de game, letterlijk. Je kreeg zo'n klein kutschijfje in je pop pindakaas. Dat gewoon onder de deksel. Als er niet te veel pindakaas op zat, kon je met je pc stoppen. En dan kon je de game spelen. Ik heb dit cd'tje weten te machtigen via mijn kijkers. Ik zei, heeft iemand alsjeblieft deze game nog? Want ik wil hem zo graag spelen. En hier zijn we dan. Ik kan je vertellen, de game is slecht. Op ieder opzicht. Gameplay, graphics, uitwerking, verhaallijnen. Op ieder punt scoort het een onvoldoende. En daarom is het de perfecte game voor Kinderspellen Seizoen 2. Kampioenschap. Nu mogen we een character kiezen namelijk. Eerst moet ik nog een kampioenschap kiezen. Er zijn er 3. Ik stel voor gewoon iedere aflevering 1 kampioenschap te doen. We kunnen nu kiezen tussen de characters. Ik heb hier namelijk Nozem 2. Bad guy. Domme kracht. Hij is het hulpje van Nozem 1. Oké, dan, ja. Nozem 1, bad guy, vetkuif met puntschoenen, is de bedenker van veel snode plannen. Hij heeft wel gewoon een sigaretje in zijn mond, dan is het meteen duidelijk wie is de bad guy. Is het de gast, volledig in het zwart met een sigaret in zijn bek, of is het deze persoon? Nee, dat is het niet. Esther Bleker, een meisje uit de stad, soms een beetje arrogant, maar toch ook heel erg lief. Dit zijn Sietse en Hielke, de enige bitches die met z'n tweeën in een boot mogen. Waarom Nozem 1 en 2 niet samen in een boot zitten? I don't know. Deze gasten gaan gewoon met z'n tweeën in een boot, omdat ze op elkaar, van elkaar houden. Ik denk als je hetzelfde DNA hebt, maakt het niet eens uit als je seks met elkaar hebt, want ja, je hebt toch hetzelfde DNA. 1 eigen tweelingen, jullie mogen dat. Nou, verder heb je nog Kees Dijkstra. Ik heb heel veel boeken gelezen en Kees was natuurlijk mijn favoriete character in de boeken, want hij eet altijd taart, dat is gewoon wat hij doet. Kees Dijkstra is dol op zoetigheid, hij woont in de molen De Woudaap en is een goede vriend van de tweeling. Heb je nog Gerben Zonderland? Boerenknecht, lolbroek, hij neemt altijd mensen in de maling. En hij heeft gewoon net aan zijn piemel gezeten. Hij dacht, oh kut, foto, even snel mijn hand uit mijn broek. Doe ik ook altijd, Gerben. Goed gedaan. Alleen omdat hij een lolbroek is, heeft hij ook meteen een cupboot. Nou, jou ga ik niet nemen, Gerben. Nou is de vraag, zal ik gaan voor Nozem 1? Of voor Nozem 2? Of ik ga denk voor Nozem 2, want die heeft wel... Eigenlijk wil ik iemand met een goede besturing, want ik heb met al meerdere opnames verneukt. Ik ga wel denk als Esther. Ik denk dat ik wel gewoon als Esther ga. Ik heb niet die super speed. Wacht. De Schippers van de Chameleon hebben juist wel goed en goed. Alleen, om de bocht moet je weten deze game om de bocht crashen. Dus een beetje een handige acceleratie is ook wel fijn. Eigenlijk zijn deze twee. Ja, ik ga toch voor Esther Bleker dan. Hey Esthertje, ik neem jou. Ik neem gewoon het meisje voor de verandering. Round 1. Ik heb voor jullie een extra opdracht. En dat is namelijk zoek de sponsor. Ik heb al gezegd dat dit is gemaakt in samenwerking met Calvee fucking pindakaas. Wat is dit voor begin? Ik ben meteen de verkeerde kant op aan het varen. Waarom heb ik dit nou altijd? Esther ziet er wel heel mooi uit. Je ziet duidelijk hoe vrouwelijk ze is. Haar vrouwelijke vormen komen goed ten rechte. Zoals je dus weet is Calvee Pindakaas 1 sponsor van deze game. En ik vind het leuk hoe ze heel subtiel die andere sponsor ook in de game hebben verwerkt. Door gewoon de power-up naar ze te vernoemen. Hier zijn de Calvee Pindakaas power-ups. Moet je zien wat die doen. Ik ga even hier langs dit poortje, anders ben ik sowieso de lul. Kabam! Super Mega Turbo en de T-Mobile Mega Jump. Ik ga nog steeds de goede kant op. Het gebeurt zo vaak, zoals je kan zien dat je boot omslaat. En het kost zoveel tijd en het is zo ergerlijk. De hele game. Ze hadden beter gewoon een autorace game kunnen maken. Dat niet bij de Schippers van de Chameleon gepast. Maar dit is zo fucking buggy. Nee, ik wil verder varen, vriend. Nee, laat me niet zinken. Ik sta nog eens eerste momenteel. Dat is nog het ergste. Iedereen heeft gewoon deze struggles momenteel. En daardoor ik gewoon eerste sta. Je moet gewoon een beetje rustig aan. Niet tegen alles aanbotsen. Want ja, zoals je ziet. Het kost heel veel tijd als je tegen dingen aanbotst. Even een bochtje maken. Mooi bochtenwerk van Esther. Nu ga je even door deze brug heen springen. Want dat kan, weet ik nog. Bof! Dwars door die brug heen. Bom tegen die Calvee-paal aan. I don't give a fuck. Fucking Nozems! Nee, ik wil bocht. Fuck. Ik wil geen... Oké, ik heb wel een pop pindakaas. Calvee! Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Calvee pindakaas. Oké, dan. Oh, niet tegen dingen aan. Niet tegen randen aan. Gewoon als je een tip wil voor deze game winnen. Ga alsjeblieft niet tegen iets wat ook maar op een rand lijkt aan. Het kost zo verdomme veel tijd. Je moet ook gewoon niet gas ingedrukt houden, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een goede strategie is. Eigenlijk moet je ook gewoon geen power-ups gebruiken. Wat? Ik blies mezelf op! Godverdomme zeg. Het ging zo goed.
Het ging zo goed aan het begin. Want ik ben ingehaald door Gerben. Maar Gerben, jouw stats zijn zo slecht. Hij is ook vet langzaam. Ik haal hem ook dik in momenteel. Maar ja, Gerben. Oh, Gerben, wat een schattig sprongetje was dat. Oh man. Nee, Gerben. Fuck jou. Ik kalf een pindakaas zo langs je heen, vriend. Dit is trouwens wel hoe ik mijn gemiddelde dag in Friesland voorstel. Ik ben niet veel in Friesland, maar hey. Dit is toch wel hoe het in Friesland aan toe gaat. Overal explosieven die jezelf opblazen. Mensen in boten die helemaal strak staan van de kalvee-pindakaas. Ik weet niet of ik ook veel kijkers heb uit Friesland die een beetje kunnen bevestigen dat het leven in Friesland er zo uitziet. Veel bootongelukken ook. Ik denk dat 90% van alle Friesen omkomt in een tragisch bootongeluk. Door de brug heen. Pof. Yes, niet tegen zo'n kalvee-paal aangeknald. Ronde 3. Ik sta eerste. Dit gaat supergoed. Dit is zoveel beter dan Mario Kart. Ik noem het gewoon even op. Fucking nee! Ah, die bruggen zijn echt het ergste. Bruggen are the worst. Ik gebruik gewoon even mijn kalvee pindakaas. Als je er echt klaar mee bent, gebruik dan gewoon kalvee pindakaas. Dan komt het vanzelf al weer goed. Ik sta derde momenteel. Maar niet voor lang. Niet voor lang, muchacho. Even eens nergens tegenaan knallen. Ja, nice. Even wat vuurpijlen gebruiken. Fuck, niet weer! Ik wil gewoon die vuurpijlen droppen, omdat ik anders er geen turbo op kan pakken. Maar ik wil niet iets in mijn gezicht ontploffen. Oh, man. Ik gebruik die kalvee pindakaas ook gewoon voor het einde, weet je. Iedereen springt over elkaar heen hier. Super gezellig. Het is wel lekker gezellig druk, weet je. Nee! Fucking fuck! Deze game is zo'n frustratie. Oh, oh, oh. Ik wil gewoon bootracen. Is dat nou zoveel gevraagd? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Wat goed, zitten er maar 2 mensen voor me, dus dat valt nog mee. Hier zijn de boys. Oh, er zitten nog, ja, er zitten nog, nu nog 2 mensen voor me. Verdorie. Oké, nee, niet op me springen. Oké, ik ga er langs. Als ik nou even niet omknal, dan kan ik zo café pindakaas naar de finish toe. Kom op, Rick. Café pindakaas. Bam. Fop is eerste. Heet ik nou trouwens van Standard Fop? Is dat gewoon mijn username? Want ik speel als Esther. Ik noem het gewoon even op, hè. Oké, ik heb gewonnen op 1.5 seconde. Lekker dan. Volgende leveltje, hoor. Waarom heet ik eigenlijk Foppen? Waarom heet ik Foppen? Oké, volgende level, Snistermar. Ik heb trouwens geen idee hoeveel levels er in zo'n cup zitten. Daar heb ik geen benul over. Dit level is wel vast hilarisch leuk, dus dat is leuk. Hier zie je al dat het level een stuk breder is. Oh, kut, hier is een bocht. Wie wist, wie had dat kunnen zien aankomen? Ik, want ik heb de bocht genomen en ik sta eerste. Yay. Oké, dan. Ik kan je al vertellen dat ik in deze game eigenlijk als kind nooit goed was. Hoe zou dat toch komen, denk je? Ja, ik weet niet wat de kut game is misschien. Oh, nee, nee, geen brug. Oh, pof. Totale stilstand, opeens. Opeens. Oké, hier is weer een bocht naar links, zo te zien. Dankjewel voor de waarschuwing, game. Hier is Calvé Pindakaas. Calvé Pindakaas. Lekker, hoor. Ja, weet je, ik denk dat de reclame wel goed werkt. Ik denk dat iedereen die deze game speelt ook meteen denkt, ja, na een lekker potje racen, heb ik wel zin in een potje pindakaasen. Want zo praten Friese mensen, denk ik. Ik lul nu maar wat, trouwens. Voor het geval je het nog niet door had, ik lul maar wat. Dit level, kan ik me herinneren, heeft ook te maken met melkflessen. Die kun je ze met droppen. Waarschijnlijk is het dan karbiet of zo, want ja, dat doen Friese ook graag. Deze hele video gaat over Friese stereotypes. Karbiet schieten, dat is dat toch? Dan pak je zo'n melkbus en dan stop je er allemaal shit in. En dan allemaal kinderen doodmaken. Ja, ja, ja. En koeien ook. Koeien doodmaken. Hartstikke leuk. Even kijken. Ik sta eerste. Daar ben ik best trots op. En ik heb de competitie redelijk ver achter me. Oké, als ik 1 keer ergens tegen aanbots, dan hebben ze me ingehaald, maar toch. Shit, shit, shit. Dat gaat nog goed. Dat zijn die landmijnen. Eigenlijk zijn ze van landmijnen. Maar ja. Op het water is er geen land. Dus dan heet het ook geen landmijnen, denk ik. Is hier een bocht? Als hier een bocht is, ben ik echt een lul. Nee, is er niet. Oké, dan. Even gauw deze pijlen droppen, want dan kan ik weer pindakaas meenemen. Veel belangrijker. Pindakaas over vuurwerk, jongens. Besef dat nou. Zo. Ik vraag me wel echt af hoeveel geld en hoeveel manuren ze hebben gestopt in het maken van deze game. Want 10 jaar geleden vond ik dit als kind ook gewoon een goede game. Dit was een van de betere games die ik in huis had. Dat kan ook aan mij liggen, hoor. Toen ik een kind was, had ik nog niet echt veel geld om uit te geven aan games. Dus dit waren ongeveer de gemiddelde games die ik speelde, samen met shit van spelen.nl. Ik denk dat dit voor veel mensen wel herkenbaar is. Herkenbaar jeugdje. Oké, dan, we knallen overal langs. Oh, we hebben de eerste ronde erop zitten, dat is waar ook. Deze video's gaan wel best wel lang worden, bedenk ik me nu. Als ik iedere keer een cup wil racen, zo'n cup duurt echt 20 minuten of zo. Dus ja, ik denk dat ik als kind deze game meer dan 10 uur heb gespeeld. Telt dat als kindermishandeling? Kan ik mijn ouders daar nog voor aangeven? Ik weet niet. Woehoe, pinda! Pindakaas, pindakaas. En eens even kijken, daar is nog meer café pindakaas. En daar nog meer. Ik hoop dat ik nog een beetje op het goede pad zit. Ja, ik kom nog tussen van die dingetjes door. Bam, ik heb best wel super speed momenteel. Maar ik kun je met tab kunnen kaart zien. Ik heb best wel een gigantische voorsprong deze keer. In vergelijking met de vorige potjes ben ik best lekker bezig. Oeh, ik had nog pindakaas bij me, joh. Ik
Ken je dat gevoel dat je denkt dat je geen pindakaas hebt, maar eigenlijk heb je gewoon nog pindakaas? Heel herkenbaar. Eens even kijken. Zo. Even wat van die landmijn dingen droppen, ondanks dat het meer watermijnen zijn. En nog meer pindakaas. Oh, dit is gewoon een random ding zeker. Dit item is gewoon een random item, shizzle. Oké dan. Het zou cool zijn als ik iemand op een rondje kan hebben. Ik bedoel, ik ben toch die Calvé pindakaas swagger. Ondertussen moet je wel een beetje beseffen dat ik betaald krijg door Calvé pindakaas. Om de 5 seconden Calvé pindakaas te zeggen. Je merkt, ik zeg veel minder vaak T-Mobile. Dus, ben ik vast omgekocht. Oeh, ik bots niet tegen de randjes. Niet tegen de randjes. Dit is leuk. Watch out! Oh! Nee. Het is dat ik een gigantische voorsprong heb. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ik pak een Calvé pindakaas. Nee, fuck, dit kost me tijd. Ik dacht, ik pak zo'n Calvé pindakaas en dan meteen daarna gebruik ik zo'n mobieltje. En dan vlieg je alle kanten op, vriend. Die bruggetjes zijn echt gewoon bouwd. Had alsjeblieft die bruggetjes eruit gehaald. Als je een game maakt, laat je dat toch playtesten. Heb je toch een groep mensen en die gaan dan spelen. En dan ga je kijken, oeh, wat gaat er niet goed, wat gaat er wel goed. Besef dan, die bruggetjes. Iedereen loopt erop vast. Haal ze uit die fucking game. Godverdomme zeg. Nou, hier komt mijn favoriete stukje. Omdat je hier niet vast kan lopen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon Calvé pindakaas op te pakken. Dus ja, dan weet je gewoon dat het goed komt. Nog meer Calvé pinda. Pinda, 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 yeah. Dat was een SpongeBob quote. Nog meer pindakaas, hartstikke lekker. Ik heb trouwens nieuw derde level eruit zitten. Ik heb namelijk de tweede level en het eerste level net even een potje ingespeeld. Want ja, dit soort games, het zijn eigenlijk geen kindergames meer. Eigenlijk valt het niet eens onder kindergames seizoen 2. Dit is meer volwassen hardcore gamer games seizoen 1. Zeg je me daarvan? Zo, eventjes geen vuurwerk oppakken. Oké, dan wel joh, wat jij wil. Oh fuck. Dat ging net goed die bocht. Whee! Yay! Dankjewel T-Mobile voor deze prachtige sprong. En nog meer vuurwerk. Doet hij gewoon eventjes hoor. Pinda! Ik weet ook gewoon echt niet meer wat ik wil zeggen qua commentaar. Dus ik ga maar gewoon iedere keer zeggen welke items ik pak. En dan schreeuw ik Calvé pindakaas. Het is best wel effectief. Oh, ik heb alweer gewonnen joh. Chill! Jammer dan, Nozem 2. Je hebt nog lang niet gewonnen, vriend. Je hebt nog lang niet gewonnen. Ik vind vooral ook hoe het water eruit ziet. Erg mooi. Even kijken, wat is de stand ondertussen? 10, 3, 3, 2. Ik kan, als ik de laatste... voor mij zijn er 3 levels iedere keer. Kan ik me herinneren. Als ik nu het derde level gewoon verlies... dan win ik nog steeds. Ik weet niet, misschien zijn er 4 levels. Ik weet het niet. Dat zou vet kut zijn. Ik hoop echt niet dat er 4 levels per cup zijn. Oké dan, we zijn in een nieuw leveltje. We racen erop los. Oké, fuck nee. Kut, niet dit gezeik weer. Godverdomme. Ik even proberen niet laatste te worden. Ik doe mijn best, alleen... soms is je best wel niet genoeg. En vooral de schippers van de chameleon niet. Oké, waar moeten we heen? Oh, een bocht naar links. Tactisch, scherp bochtje. Aan de kant, Nurzum. Oh, wie springt er nou over wie heen? Haast je overspelen, bitch. Nee, fuck, dat was een slecht idee. Oké, wel nog een mobieltje. Fuck jou, brug. Wat gebeurt er? Fuck jou, brug. Wow, Gerben, doe eens niet zo wild, man. Gerben, aan de kant. Nou, Gerben, nee. Oké, ik ga weer even verder alsof er niks aan het handje is. Niks aan het handje. Is het een afsnijroute daar links? Dat zou maar kunnen, hoor. Misschien heeft deze game wel supercoole afsnijroutes. Je weet het niet. Hier deze kant op? Ja, zie je, het was wel een afsnijroute, volgens mij. Ik weet niet of dat mag in deze game. Laten we het gewoon niet proberen. Voor hetzelfde geld worden we gedisqualificeerd. Oeh, melkflessen droppen. Dit meisje heeft wel lekkere melkflessen. Die Esther toch. Eens even kijken. Oh, dit is wel een best wel een kort rondje, of niet? Denk ik. Wat sta ik eigenlijk? Ik heb geen idee. 4 van de 6? Dat is niet zo goed. Ik dacht dat ik echt tweede stond of zo. Dat valt tegen. Aan de kant, bitches. Ik probeer een race te winnen. Welke kant moeten we op? Links. Oh, shit. Oké, het gaat goed. Controle, Rick. Controle. Oké, 3 van de 6. Wordt al beter. Aan de kant, Nurzum. Oké, daar zijn de broertjes van de chameleonen. Die staan natuurlijk weer eerste. Cliché. Volgende aflevering ben ik sowieso iemand anders. Niet dat het veel verandert aan de gameplay, maar... ja, ik dacht, ik doe het gewoon eventjes, toch? Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als je deze game uitspeelt. Maar als kind namelijk nooit gelukt. Misschien krijg je dan wel super geheim een trailer van de film of zo. Dat je denkt, yay! Wat een beloning! Een trailer van een film die al 10 jaar oud is. Yay! Ik vond de eerste schipper van de Chameleon film wel heel leuk. En ik heb dus meerdere boeken gelezen. Ze waren altijd erg origineel. Het was van, oh, de jongens gaan varen. Dan komen ze Kees tegen, die eet een taart. En dan komt Gerben en die haalt een grapje uit. En einde. Ja, dat was het toch weer wel. Weinig goeds of slechts over te zeggen verder. Hier zijn die Nurzums weer. Oh, daar zijn de broertjes al. Oké dan.
We komen al dichtbij. Even een lekkere jump maken. Oké, ik dacht het kan wel eventjes, maar nee. Oh, het viel mee. De schade is beperkt. Het was een super mooie sprong. Come on. Oh, blazen op. Poeh, explosie. Best wel onhandig dat je kleine kinderen, tenminste nog niet volwassenen, mee laat doen aan bootraces voor explosies. Wat voor ouders doen dat? Onverantwoordelijke ouders? Duh. Zo, ik heb echt het gevoel dat ik de verkeerde kant op ga, maar dat zal weer niet. Hier moeten we links, toch? Ja, fuck, die turbo helpt niet echt daarmee. Oké dan. Hoeveelste ronde is dit? 2 van de 3. Oké dan. Bam, door het poortje. En bam, nieuwe ronde. Bam. Zo, ronde 3. Super mega spannend. Chameleon. Super mega spannend. Lekker racen. Racen in je bootje. Yeah. Racen in je boot. Tegen de nozems. Hoe kan een bad guy met snode plannen nou meedoen aan een bootrace? Wat voor snode plannen wil je gaan uitvoeren tijdens een bootrace? Overal pottencafé pindakaas neerleggen. Is dat je plan? Nee, denk het niet. Dat vind ik een heel slecht plan in ieder geval. Dat mag ik wel zeggen. Oeh, melkflessen. Vooral leuk omdat melkflessen een soort van, andere woorden voor borsten, doet het me erg goed. Allemaal explosies. More explosions. Deze game is echt de reden dat het slecht gaat in Afrika en goed in Nederland. Ik besefte hem ook net. Gewoon de gehele film, De Schippers van de Chameleon, zou zo niet werken in welk land dan ook, behalve Nederland. Als je De Schippers van de Chameleon uit zou brengen in Amerika, zou het echt niet aanslaan als kinderfilm. Stel boeren, kennen ze daar helemaal niet, het grootste deel van de mensen. Voor ons is dat doodnormaal, gewoon een stel boeren die bootracen. Ik ben zelf ook half boer. Ik ben opgegroeid in een klein dorp, zeg maar. Dus dan vind ik mezelf een half boer. Voor mij als kind was dat gewoon een super normaal scenario. Bam! Ik had bijna een tijd genaamd 420. Druk op enter om door te gaan. Is de cup nu af of is er nog een level? Oh god, er is nog een level. Nee, niet! Yay! Eindstand! Gefeliciteerd, je bent kampioen! Je kunt verder naar het volgende kampioenschap. En de jongens van de Chameleon zijn natuurlijk tweede geworden. Fucking cliché! En de Nozem 2, toch wel beter dan Nozem 1, is derde geworden. Gefeliciteerd, tegenstanders! Jullie, waarom kijken we deze aflevering? Denk maar niet dat het voorbij is. De volgende aflevering ben ik gewoon weer terug met deze fantastische game. Goede gameplay, 10 voor de gameplay, 10 voor de graphics en 10 voor extra café pindakaas bonus. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering, Schippers van de Chameleon. Doei! Ik moet even de opname wegknop vinden, want ja. Dit soort programma's van 10 jaar geleden zijn nogal instabiel en je hele PC gaat er kapot van. Doe geen drugs, doe geen 10 jaar oude games. Dankjewel. Rij veilig naar huis, niet drinken vanavond. Doei!